Mooi. Burgemeester Pieter Smit heeft een ferm staaltje daadkracht getoond door nu eens geen tweet vol prietpraten de wereld in te sturen. De burgervader barst in een paar geprikkelde zinnen de oren van de minister van Justitie, Art van der Steur. Smit hekelt het beleid van de minister en knipt en skeert daarbij het hele kabinet namens 350 van de 390 burgemeesters. Verzameld in de VNG, Vereniging van Nederlandse Gemeenten. Zo lees ik in het Dagblad van het Noorden. Wat irriteert de burgemeester en vinden ook hele volkstamen hartstikke besjokken. Juist, het gedoogbeleid ten aanzien van wietteelt in coffeeshops. Kortom, er zijn coffeeshops, zelfs twee in Winschoten, die keurig en onder overheidstoezicht hun waren aan de man brengen. Wiet en hash of wat dan ook kost een pakweg 10 euro per gram en is in vele ogen verderfelijk spul. Maar een joint is een niet meer tegen te houden maatschappelijk fenomeen. Daarom is het woord reguliere uitgevonden. Maar wat hele volkstammen niet snappen, het spul mag verkocht en geconsumeerd worden, maar niet in de groot worden geproduceerd. Op de groenmarkt treffen geen hinderplantjes aan. Het blijft bij een stekje in de vensterbank. Dus het is toegestaan iets te verkopen waarvan het produceren wettelijk is verboden. Dus wordt wiet in de geniep geproduceerd met alle gevolgen. Je moet wel van een andere planeet komen om de verhalen over de criminaliteit ontstaan door een gedoodjoint niet te kennen. Maar het blijft vaak niet bij een joint. Op het Winschoter Marktplein lopen snotneuzen rond tot aan de kraag toe vol alcohol en zo stoont als een kanaal. De drugshandel bloeit er als vroeger de veemarkt tijdens de Adrillen. Pieter Smit is het zat. Hun geboeften die zich met drugshandel en wietteel bezighouden verdienen er miljoenen mee. Met dank aan Van der Steur en consorten, terwijl de politie en justitie met gillende sirenes achter de feiten aanrazen. Werkverschaffing is het. Terug naar de chagrijn van de heer Smit, die deel uitmaakte van een commissie die het landelijke softdrugsbeleid heeft onderzocht. Met voor sommigen een verrassende en voor anderen een voorspelbare uitkomst. De gemeenten willen een ander beleid en roepen de regering op te luisteren naar de mensen van de werkvloer. De boodschap, verkoop van softdrugs moet uit de illegaliteit. Experimenteer met het verbouwen van wietplantjes onder gemeentelijk, CQ, overheidstoezicht. Haal de teelt weg bij de criminelen die meer letten op hun mega-inkomsten dan op de gezondheid van de wietgebruikers. En er shit op de markt kunnen brengen. Burgemeester Smit en 350 collega's hebben een steentje in de Haagse Hofvijver gesmeten en nou maar afwachten. De volgende zet, is dat misschien een belegering van het torentje? De minister heeft kennelijk geen oog en oor voor de zorgen van ideeën van de 350 Nederlandse gemeenten, eensluidend aandragen. Smit en zijn collega's vinden dat er niet serieus naar hem wordt geluisterd en men voelt zich als in de hoek gezette snotneuzen. Smit tweet, onbegrijpelijk. Ik hoop inmiddels dat er volgend jaar een nieuw en wel verstandig kabinet zit. Dit wordt voorlopig nog geen wietteelt in de oude champignonkwekerij van Sindelgon, denk ik. En de burgemeester gaat over tot de orde van de dag. Zijn gemeente besturen, oudjes en jubilarissen feliciteren en nog meer tweet versturen voor de goede zaak en het opknappen van het mooie marktplein.